Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management. Vanuit het Sir Winston Leisure Center, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal aan tafel. Welkom ook de gasten hier vanavond aanwezig in de studio en uiteraard onze gasten aan tafel. En die ga ik graag nu voorstellen. Mijn eerste gast, rechts van mij, in de beginjaren van zijn carrière als scheidsrechter, Stevats, genoemd de Colinja van Den Haag. En ik heb het over Simon Taal. Daarnaast een man, ja, die speelde in de jeugd van Feyenoord. Hij dacht een mooie carrière te gaan maken, maar ja, goed, die ging in rook op door een knieblessure. Inmiddels alweer een aantal jaren trainer. Tegenwoordig bij de zaterdagafdeling van TAC 90. Ik heb het over Wim Baggerman. En zijn ploeg is ook team van de week. Ik ga naar de andere kant van de tafel. Een speler die heel ambitieus is en die nog heel graag wil slagen in het betaalde voetbal. Dit jaar nog, vorig seizoen, maakte hij zijn debuut in de Jupiler League. En dat was bij Fortuna Sittard. Tegenwoordig speelt hij bij Velo de Zondag eerste klasse bij de trainer Albert van der Dussen. Ik heb het over Ted de Man. En de laatste man aan tafel, maar zeker niet last but not least. En het is Mohamed Hamdi, onze sidekick iedere week. Goed, ja, ik heb het al gezegd, Wim, trainer bij TAC 90. Het begon voor jou allemaal in een warm nest, want ja, de familie komt uit Vios vandaan. Ja, Vios, eigenlijk zijn hele jeugd gevoetbald. Fantastische vereniging, ongelooflijk dat het allemaal verdwenen is eigenlijk. Maar goed, dat kunnen we nog wel een paar verenigingen opnoemen. Maar mijn hele jeugd doorlopen, fantastische tijd gehad. Ja, echt een Vios familie, hè? Een echte Vios familie. Kom je dat voort? Ja, ja. Want alles speelde ze een beetje bij de club. Ja, alles. Maar ook vriendjes. Nee, het was werkelijk, het is wel eens. Nee, je kan er niet te lang over. Je probeert het wel eens terug te denken over hoe het vroeger. Maar dat moet je niet doen. Dat is mooi geweest, dat is super geweest. Het is ongelooflijk dat het zo op moet eindigen, dat die club er niet meer is. Maar goed. Ja, dat mis je dus ook nog wel. Als je langs BMT rijdt, dan heb je altijd wel zoiets van: ja, goed, het is geen BMT, het is eigenlijk Vios. Ja. Ja. Maar goed, dat hou je toch. Ja, het is moeilijk. Nou, moeilijk, ja, maar toch wel iets. Ik ben eigenlijk. Het was wel mooi hier. Ja, goed, gaan we naar je buurman, Simon. Ik zei het net al, vergeleken zeker in het begin van je loopbaan met de toen bekende Italiaanse scheidsrechter Pierluigi Colinja. Ja. Ik mag aannemen dat het iets met uiterlijk te maken heeft en niet met je manier van fluiten. Nee, innerlijk, maar dat hadden ze niet goed gezien, geloof ik. Nee? Nee, ja, ik stond toen met grote letters in de Haagse krant. De Haagse Colina. Ja. En niet altijd is het positief natuurlijk, want gaan ze overal met je gaan ze je vergelijken en die vergelijking gaat nooit op, want het was een grootheid. Ja. En ik was maar zo'n mannetje. Dus dat, je begon toen net met het sluiten. Ja. Waarom ben je scheidsrechter geworden? Ja, ik kon niet voetballen. Nou ja, je hebt gevoetbald bij. Ja, kon je missen, want je bent begonnen met Duindorp. Duindorp, ja. Dat weet Han Mo wel, die heb ik nog wel eens. Zijn team heb ik wel eens gefloten tegen Duindorp. Ja. Het was niet een verheffend gebeuren wat daar gebeurde. Maar. Die wedstrijd of jij? Ja, die wedstrijd, nee hoor, maar ik heb het heel erg naar mijn zin gehad, de Duindorp. Maar het is toch een ander niveau. Dat, En daar heb je ook nog voetbal bij Quicksteps gedaan? Ja, Quicksteps, ja. Ja, een heerlijke vereniging. Ja? Daar kom je ook nog wel eens. Speeltuinvereniging, allemaal scholen eromheen. En, het lijkt net een stadion. Een van de weinige verenigingen waar je ook gewoon als publiek niks met voetbal te maken hebt. Ja, gewoon dwars doorheen. Wandel je door het complex heen, hè? Ja. Ze hebben het geasfalteerd toen. Ja. Dus nu kan je er gewoon uit waar ze heen lopen. Vroeger was het trouwens een katholieke vereniging, daar werd de kapelaan nog ingeschakeld. Ik had niks met katholiek-cisme, maar er werd de kapelaan nog ingeschakeld als er een strafzaak was. Die werd even voor maanden toegesproken. Okay. Dus Wim Kappenburg, hè? Ja, dat weet ik. Ja, die is toch maar een paar jaar voorzitter geweest, geloof ik. Zijn mensenleven, hoe was dat als uitzetter? Nou ja, ik kan me herinneren dat hij echt wel heel correct vloot. Eerlijk gezegd, dat was geen makkelijke wedstrijd. Sowieso die wedstrijd niet tegen Duindorp. Dat was al een beladen wedstrijd. Maar eigenlijk hield je hoofd wel echt cool. En, je had de spelers mee. Ze hadden respect voor je. Gezag op het veld.
Nou ja, op het einde ja, dan werd het een beetje onsportief, omdat je volgens mij penalties ja, ik gaf het strafschop en die draaide ik terug. Ja. Omdat ik toch van mening was dat hij er toch net buiten was. Ik ging wel eens terugkijken, ik denk hij was daar. Ja, dat, en, ja dat terwijl ik vind juist als een scheidsrechter dat doet, dan toont dat gewoon dat je power hebt en dat je durft te doen. Jullie kregen hem tegen, die strafschop. Nee, dat maakt niet uit. Van mij maakt niet uit. Voor of tegen. Het gaat erom dat een scheidsrechter zijn fout durft te erkennen tijdens een wedstrijd. Wat je nu eigenlijk helemaal niet meer ziet. Nee. Weet je wel, maar goed, dat is... Nee, toch? Ja. Nee. Nou, maar tegenwoordig zijn scheidsrechters worden wel heel erg in een keurslijf gedrukt, hoor. Ja. Je ziet tegenwoordig allemaal jonge scheidsrechters die best veelbelovend zijn. Ik vind trouwens heel veel goede scheidsrechters, hoor, tegenwoordig. Ja, goed, ik erg wel eens aan dat de vele kaarten die getrokken worden. Ja, maar dat is het keurslijf eigenlijk. Als je helemaal gaat beginnen in de wedstrijd, ja, dan... Jij hebt wat zaterdag meegemaakt, zei je net? Nee, goed, het natuurlijk is het hartstikke knap van een scheidsrechter dat hij bepaalde dingen terugdraait. Ja. Ik vind dat een scheidsrechter ook wel moet weten, als hij bescheiden denkt van oh, nou word ik een klein beetje normaal ingenomen. Dat hij wel bescheiden moet, dat hij wel zo moet zijn dat op een gegeven moment, oké, zo klopt, dit klopt niet, dus dit doe ik ook niet. Klaar. Dan moet je ingrijpen. We hebben vorige week zaterdag meegemaakt. Ja, gewoon een zuiverkolen die de man vlacht en hij gaat er naartoe en hij keurt hem af. Terwijl we eigenlijk al bijna onder de douche stonden. Dat was 10 minuten later. Dat is niet de bedoeling. En dat is jammer, maar goed, voor de rest vloot hij. Nee, daar ben ik heel eerlijk in zijn. Je moet elke keer ook wel respect hebben voor die mensen, want ja, goed, ja, gaat ze maar zo. Helemaal. Dat hoor je ook heel vaak. We hebben zo'n rubriek bij ons op de website en dan wordt die vraag aan spelers gesteld waar je een respect voor binnen het voetbal. Dan hoor je heel vaak de reactie toch. De scheidsrechter die heel wat naar zijn hoofd toe krijgt en dat toch iedere week weer staat. Klopt. Dat is wel waar. Goed, Ted, gaan we naar jou toe. Je bent nog vrij jong, maar je hebt toch al aardig wat clubs versleten. Ja. Maar het was wel een keer om te proberen als voetballer om toch weer wat beter te worden. Ja, misschien links-rechts een contractje te verdienen. Ja, nou ja, ik ben ook natuurlijk wel begonnen bij Vredenburg. Een hele mooie tijd. Met Mario Ooyendijk als trainer, die ken je denk ik wel van Vios. Ja, dat ken ik ook nog wel, ja. Ja, super, super fan was dat. En uiteindelijk toen naar Sparta gegaan, ADO, Excelsior. Tussendoor nog bij Formsport gezeten, onder Leo de Boer. Haaglandia bij Mauricio Sacucci. En toen kwam Kwik in de A. Toen was er nog dichtbij een overgang naar Sparta. Toen kreeg ik Frans Danen. Eigenlijk als trainer bij de selectie en die maakte al vrij snel duidelijk, die had me wel laten debuteren. Maar die maakte vrij snel duidelijk dat ik achteraan aan moest sluiten bij de gevestigde orde. En dat zag ik niet zitten. En toen kwam Albert van der Dussen op mijn pad en heeft me opgepikt. En de kans geboden om nog het betaalde voetbal te halen. En daar ben ik hem nog altijd eeuwig dankbaar voor. Heb je ook niet even bij Haaglandia gezeten toen bij dat zondagteam? Wat een soort opleidingsteam. Ik was de naam even kwijt met Mario Kossel onder andere. Ja, ik zat toen bij HVV. Eerste jaar degradeerden we toen naar de derde klas. Toen was er sprake van dat ik eventueel weg zou gaan. Er waren wat clubs die zich hadden gemeld. Alleen ik heb toen heel bewust gekozen om bij Albert te blijven. En toen speelden we dus derde klas, promoveerden we uiteindelijk. Alleen ik speelde ook nog bij Noord in Boter in Amsterdam. Elke dag trainde ik daar in de ochtend met profs die geen club hadden. Jongens die zelfs ook Champions League hadden gevoetbald en gewoon zonder club zaten. Dus dat was op topniveau. Speelde ook elke week een wedstrijd. Jong Ajax, Volendam, PEC Zwolle. En toen ben ik uiteindelijk bij Volendam in de picture gekomen door 3 goals in 2 wedstrijden als centrale verdediger. Dat heb ik daar dik 2,5 maand rondgelopen. En eigenlijk hebben ze me de hele tijd voorgehouden dat ik een contract zou gaan krijgen. Totdat het 3 dagen voor de overschrijvingsdatum was. En toen kreeg ik te horen, ben ik met mijn vader samen daar naar binnen geweest. En toen kreeg ik te horen dat ze iemand hadden gevonden die uit de buurt kwam. En dat was financieel was het beter. Voor het publiek was het ook beter, want ja, er komt toch in één keer een Haagse jongen daar binnen. En toen kon ik kiezen uit Ajax Amateurs, HBS. Ik had eigenlijk met André Wetsel al een overeenkomst. En toen belde Ferry Bodden mij op of ik voor sokkerproef wilde komen voetballen. En dat was in mijn inziens nog de kortste weg naar het betaalde voetbal. We zouden 4, 5, 6 keer in de week gaan trainen. Soms ook 2 keer per dag. En toen bleek het allemaal te mooi om waar te zijn. Ferry die had mij eigenlijk een soort van toegezegd dat hij mij naar Engeland zou gaan helpen. Toen kwam Blackpool. Daar werden toen, ik geloof, iets van 21 spelers stapten daar op. Wegens een financieel schandaal. En daar is uiteindelijk toen niks meer van terechtgekomen. Dat kwam in de handen van Mario Kossel en toen was dat over en toen had ik hem binnen de wedstrijd al gespeeld. Dus toen kon ik niet meer weg. En dat klikte uiteindelijk niet tussen mij en Mario. En toen ben ik na 4 competitiewedstrijden heb ik gezegd van joh, ik voel me dusdanig niet fit. Ik heb nog steeds ambitie om het betaalde voetbal in te gaan. Ik ga terug naar Noord in Wota, elke dag weer naar Amsterdam in de ochtend.
En ik ga gewoon kijken of het er nog in zit. Ja goed, want dat, ja, dat hele gebeuren toen bij dat zondagteam is eigenlijk een beetje een fiasco geworden. Ze stonden stijf onderaan in de hoofdklasse. Ik vond het wel heel knap toen van Mario dat hij dat zo lang volhield. En heel erg geestdriftig ermee bezig. Beetje de trainingen, heel eerlijk gezegd, waren gewoon dramatisch. Daar kunnen we gewoon heel kort en eerlijk over zijn. Ja. En ik denk dat iedereen dat ook gewoon kan beamen. Ik bedoel, ik heb wel respect voor iedereen die daarmee bezig is geweest. Alleen, er werden gouden bergen beloofd. En er is uiteindelijk helemaal niks van waargemaakt. Dus, ik nou Wim, als jij hebt jezelf in de jeugd ook bij Feyenoord gezeten. Ja. Dan herken je dat, hè? Ambitieus. Je zit toch bij een club en alles wat daar voetbalt, ja, doet er maar voor één ding. Uit een keer dat contract krijgen. Ja, tuurlijk. Of vanaf voorakkoord naar de overkant komen. Nee, maar dat doe je natuurlijk voor. En daar laat je ook alles voor. En die droom heb je dan. Ja. En ik ken hem best wel raar, dat je op een gegeven moment, die droom blijf je toch. Je moet voor jezelf, vind ik altijd, achteraf kunnen zeggen, heb ik er alles aan gedaan. En als je het dan niet haalt, dan kun je altijd zeggen, nee goed, ik heb er echt werkelijk alles aan gedaan. Ja. Maar natuurlijk, als je eenmaal binnenkomt, en vooral toen de tijd bij een grote club, nog steeds grote club, ja, dat geeft gewoon iets. Dat is fantastisch. Dat geeft zo'n goed gevoel. In die periode bij de jeugd heb je zelf ook al trainers meegemaakt die ook nadien hun sporen hebben verdiend, zelfs in betaald voetbal. Hè? Cor Pot, Kees van Boren. Kees van Boren, ja. Ja. Ik nog mee gevoetbald in de KNVB-elftal. Ja. Dat was toen al. Nee, maar dat waren natuurlijk toen de tijd ook, dat waren namen waar je toch wel toch wel tegenop keek. Kees van Boren iets tegen zei, dan had je wel het gevoel van oké, hier staat weer iemand. Cor Pot toen de tijd. In principe ook. Ja. Ja. Dus en het had gewoon iets. Ja, je trainde naast, niet op vaker nooit, maar je trainde naast de Kuip. Dus het had gewoon iets. Ik ga nog even naar je buurman toe, Simon. We kennen Simon Taal overal op de velden tegenwoordig. Als hij binnenkomt, Simon, kaalkop. Vroeger was dat niet zo, hè? Nee. Ik werd om 24e werd ik kaal. Ja. Dat ging in een rap tempo. Ik kon het er zo uittrekken en ik voelde er niks van. Nou, dat bleek een ziekte te zijn, een haarziekte. Alopecia heet dat. En dat was het gevolg. En toen heb ik een pruik gedragen nog tijdelijk. Met allemaal stickers erin. Maar ja, toen ben ik een keer bij een toernooi in Duitsland. Ik deed een kopbal en mijn pruik ging zo de lucht in. Sinds die tijd heb ik hem nooit meer gedragen. Ik heb een keer een anekdote ook van jou gelezen dat je bij een club binnenkwam als scheidsrechter. Ja. Met die pruik op. Ja, ik ging met de pruik op. Kom je koffie doen voor de wedstrijd? In de spreekkamer ga ik hem op. Pruik of? Ja. En dan ging ik hem aan de kapstok. Eén Johnny pruik. Toen dacht dus dat er een ander scheidsrechter was. Ja. Dat was een mooi verhaal. Ik ging met Remo fluiten, die speelde tegen Ajax. En Ajax, die kwamen, dachten ze, met het eerste team. Nee, die kwamen met het eerste amateurteam. Dus ze waren al heel erg teleurgesteld. Maar ik zit naast die kleedkamer van die Amsterdammers. En ik hoor die man zeggen, mannen, we hebben vandaag een krale scheidsrechter. Laat de man met rust. Dus ik kom die kleedkamer uit, denk, weet je wat, ik zet mijn pruik weer op. En ik ga het veld in. Nou, die gasten allemaal kijken, is scheidsrechtertje weg? Ik zeg, nee, dat was ik. Toen heb ik toch maar afgezet. Ja, want in die tijd was dat ook best wel vervelend. Ja, 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 je hebt er wel vaak mee geconfronteerd. Ja. Ja. Nou goed, we gaan er zo even over praten. Want ik wil even terug naar een heel ander item. Het is namelijk zo dat de KNVB wil met name de wedstrijdvormen bij de jongste jeugd gaan veranderen. Met name de jeugd van 5 tot 11 jaar. Niet meer 7 tegen 7, niet meer 11 tegen 11. Vorige week werd dat een en ander gepresenteerd in Utrecht. We gingen als Haaglander voetballen naartoe. En ik sprak er even kort met Hans van Breukelen, de technisch directeur van de KNVB. Ja, en hij vindt het wel een goed plan. De winnaars van morgen, prachtig plan. Bedacht door alle mensen die de laatste tientallen jaren in de voetballerij actief geweest zijn. Van onze iconen tot mensen bij de amateurclubs. En daar is dat plan uitgekomen. En één van de zaken, dat is van hoe kunnen wij voor onze jeugd de wedstrijdvormen optimaliseren. Nou, en dan komt daar uiteindelijk, kijkend puur naar het kind, dan kom je, hoe kunnen we eigenlijk kinderen meer plezier geven? Hoe kunnen we kinderen meer balcontacten laten krijgen? Hoe kunnen we kinderen meer laten scoren? Waardoor de betrokkenheid op het moment dat ze in het veld staan eigenlijk vergroot worden. Want wat is leuker om die bal te raken en om te scoren? En als we naar 7 tegen 7 kijken, ja, dan zie je vaak heel veel kluitjes vormen en kinderen die nauwelijks de bal raken. Nou, als wij dan met elkaar dat plezier willen vergroten, door met name die balcontacten vaker scoren, ja, dan denk ik dat je daarmee en het plezier, maar ook de ontwikkeling van kinderen vergroot. Want hoe vaker ze met een bal bezig kunnen zijn en kunnen aanraken, dan gaan ze beter worden, toch? Hans van Breukelen, ja, we weten het. Ze willen graag naar 4 tegen 4, niet meer 7 tegen 7.
of 11 tegen 11 Mo, jouw mening? Nou ja, mijn mening is dat je daarmee het teamgevoel juist minder wordt dan meer. Ik hoor de laatste tijd veel discussies, ook op nationale televisie, vorige week. En dan begint ook eentje te praten over van, ja, we moeten professoren inzetten tijdens een rondootje. Nou ja, ik denk dat we echt aan het doordraven zijn. Kijk, de Duitse Voetbalbond, die heeft een keertje aangegeven, 4 jaar geleden zijn ze naar Nederland gekomen, zijn ze naar Zeist gekomen. Hebben ze alles overgeschreven. Dus het Nederlands voetbal staat echt heel hoog aangeschreven. Nou, nu doen we het even wat minder, hè, met EK-kwalificatie. Maar er komen gewoon weer echt talenten aan. Ja, zo slecht gaat het niet in Nederland. En ik vind dat nu wel, wat we nu aan het doen zijn, denk ik dat het niet goed is. Maar goed, dat is mijn mening. Wim, ja, ik denk 4 tegen 4. Dat doe je toch op de training ook al volop, denk ik? Ja, dat doe je ook alleen maar heel vaak op de training. Maar 4 tegen 4, als je daar met kleine kinderen denk ik al gaat beginnen, dan heb je al meteen dat er misschien 2 niet aan de bal komen. Dat er weer twee uitspringen. En ik denk dat kinderen ook op die leeftijd, dat we het net al hebben gehad, heel erg kijken naar, we mogen eerder als op een, ooit zullen we een groot veld voetballen. Dus die drang, je haalt de drang ook een heel klein beetje bij de kinderen weg. Ja. En ze zijn natuurlijk allerlei dingen aan het verzinnen, Tom, om het beter te laten maken. Maar ja, goed, ik geloof niet dat het daar... Maar Ted, ze zeggen dan, dat vroeg ik ook, van dat onderzoek, wat wees dan uit? Dus ik ben vooral, ja, de kinderen willen dat zo graag, die gaven dat aan. Nou, dat geloof ik niet. Ik ben zelf ook een tijdje jeugdtrainer geweest, onder andere bij HVV. En ik denk dat juist teamgevoel heel erg belangrijk is. Ik denk dat ze allemaal vriendjes van elkaar worden, zijn, vanaf kleins af aan al. Ik denk als je 1 tegen 1 gaat spelen en je krijgt de beste tegen de minste, dan gaat die harder naar huis, denk ik. Ik denk dat je daar helemaal niks aan hebt. Maar het voor scheidsrechter dan. Jullie fluiten natuurlijk op dat niveau. Hè? Ik zie jou lopen dadelijk tussen. Ik heb wel nog op halve veldjes gefloten, want mijn neefje speelde bij Kwik. En dan floot ik zijn wedstrijden. Vonden ze allemaal prachtig. Moet je 2 keer fluiten waarschijnlijk? Ja, het einde. Ja, nee. Ja, maar dat ging er wel op hoor. Ja, ja. Leuke voetballertjes. Mijn neef is trouwens nu ADO Den Haag. Ik vind het een schande voor familie, maar. Ik ben van Ajax, hè. Nee, maar het is zo, einde uitzending. Ja. Nee, hartstikke leuk. Echt een, ik vond het leuk om dat te zien. En je ziet ze steeds meer groeien, inderdaad. Jij bent ook een enorme voetballiefhebber. Want als er ergens wat gevoetbald wordt, ik bedoel, ben ik ook, los van het feit of je wel of niet op scheidsrechter actief bent. Als er ergens gevoetbald wordt, dan ben jij langs het veld te vinden. Ja, ik ben nu ook scheidsrechtsbegeleider bij Kwik, hè, bij, van de KNVB uit. Ik ben nog niet echt aan toegekomen omdat ik zelf elke zaterdag moet fluiten, maar als ik maar een beetje tijd heb, dan bemoei ik me met de jonge scheidsrechter. Daarnaast ben ik bij HBS, bij het tweede grensrechter. En ik fluit zelf op zaterdag mijn wedstrijden. Dus het, En als er dan door de week ergens wordt gevoetbald, dan... Ja, morgenavond fluit ik weer bij, voor de liefhebbers. Het is nog niet uitverkocht. Die Hagen 2 tegen Luikertier. Nou. Ja. Dus wat dat betreft, jij bent wel continu actief op de velden. Wim, jouw voetballoopbaan, dat stopte op een gegeven ogenblik. Je hebt na Feyenoord nog wel een aantal jaren voetbald bij. Ik geloof, Laakwartier, Fuk. Ja, ik was best wel een zwervertje hoor. Ja. Fuk, Gona, Laakwartier, Kronvliet. En Kronvliet ben je ook begonnen met trainen? Volgens mij. Kronvliet ben je ook begonnen met trainen, ja, volgens mij. Ja, daar zijn we op een gegeven moment spelertrainers ben ik daar geweest. Ja, met Patrick Lobber samen. Ja. Ook wel jammer, die club is ook al weg. Je hebt clubs gezeten die er niet meer zijn, hè? Ja, mensen krijgen een beroerte als ik ergens naartoe kom natuurlijk. Die zeggen, als hij komt, dan zijn we weg voor het dan. Ja. Lekker, jongen. Nee, maar dat waren ook allemaal, weet je. Soms denken we, je hebt het net over de ster, die speelt dat nu, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Kronvliet moest weg omdat ze geen mensen, zeg maar, er was geen kader. Ja, en ook geen elftallen, maar de ster heb ook niet veel elftallen en die voetbalt daar dus ook op dat terrein. Dan denk ik weer, ja, weet je, het zijn allemaal heel voorbarig allemaal volgens mij geweest toen de tijd allemaal. Iedereen hoe ben je ertoe gekomen? Was dat al een beetje de ambitie ook om trainer te worden? Ja, ik heb trainers meegemaakt waarvan ik bij mij gedacht van, nou, volgens mij moet ik dat wel beter kunnen. Ja? Dus, nee. Nou, je geen namen te doen. Nee. Ik had altijd wel, ik was in het veld ook wel iemand die graag dingen regelde. Ik was een babbelaar. Ja. Ik kon aardig babbelen. Nou, ja. Aardig babbelen, maar aardig babbelen ook. Ja. 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 En dat dacht mij, nou goed, oké, trainen, dat heb ik altijd al best wel. Cursussen gaan volgen? Ja, cursussen gaan volgen. Dat hoort erbij. Moet ook. Ja. Is ook iets wat. Je leert het toch.
Ja, je hebt nu twee, maar dan zeg je van dat is voor mij het plafond. Hè? Ja, nee, maar als je één moet gaan doen, dan moet je op stage. Dan moet je. En het is natuurlijk voor anders als toen de tijd. Ik heb het wel eens met Henk over gehad. Ja. Mijn neef dan. Het is toen de tijd was het allemaal toch even wat makkelijker. Ja. En nu is het allemaal toch wel. Je moet echt leren. Je moet echt tijd insteken. En vooral als je deze één wil. Dat is een hele knappe prestatie als je dat kan. Ja, het kost ook een hoop geld. Ik ga nog even naar Ted. Talent Takes Control, daar heb jij ook bij gezeten. Ja, klopt. Wat kun je daar nog van doen? Ik zat toen inderdaad een beetje op een dood spoor bij Haaglandia. Ik ben toen inderdaad teruggegaan naar Noordin Wota. Die had mij toevallig geappt in de week dat ik stopte bij Haaglandia of ik mee wilde spelen tegen Jong Ajax. Toen we verloren die wedstrijd met 10-0. Ja, ik durf wel echt te zeggen dat er gewoon 7 goals gewoon door mij kwamen. Ik stond tegen die Geraldo Becker. Ik heb nog nooit zo'n snelle gozer in mijn leven meegemaakt. Ik was totaal niet fit, maar dat was voor mij wel een eye-opener. Van, hé, je moet nou wel weer de draad op gaan pakken. Als je wat wil, dan moet je er gewoon weer voor gaan vechten. En toen ben ik in contact gekomen met Rudy de Brouw en met Toon Meijer. En die hadden toen inderdaad contact met Fortuna Sittard. En toen, na een aantal goede gesprekken zijn we toch met elkaar in zee gegaan. En toen hebben ze verteld, we gaan voor je kijken of we iets voor je kunnen betekenen. Maar ga er niet vanuit dat het op korte termijn zal gebeuren. En toen geloof ik een week later, toen kreeg ik een telefoontje dat Fortuna dan interesse had. Ja, toen ben ik daar dus op stage geweest en dat is hem toen dus geworden. Dus ja, super mooie tijd daar gehad. Ja, wat ik me afvraag, Albert van den Dussen is nu jouw trainer. Ja. Kun jij wat meer vertellen over zijn werkwijze? Want wat ik me dan afvraag is, hij is een trainer die bij Fulham werkzaamheden heeft gedaan. Ja. Jong Ajax trainer geweest, maar toch heeft hij de stap niet gemaakt om hoofdtrainer te worden bij een Jupiler League club bijvoorbeeld. Terwijl hij wel coach betaald voetbal heeft. Weet jij misschien? Nou, dat is, Albert heeft wel echt de kansen gehad. Dat laat ik dat even voorop stellen. Het is alleen, hij heeft natuurlijk ook een gezin en een thuissituatie. Dat je niet zomaar in een club kan gaan stappen dat je de hele week van huis bent natuurlijk. Ja. Dat is onmogelijk. Mm-hmm. Dus dat is een hele bewuste keuze, want de kansen zijn er absoluut wel geweest. Okay. Ja. En hoe belangrijk is hij voor jouw carrière geweest? Ja, dat is dat kan ik bijna niet in woorden eigenlijk uitdrukken. Dat, als ik Albert niet had leren kennen, dan had ik waarschijnlijk in Kwik 2 gevoetbald en dan hadden we nogmaals moeten zien hoe het allemaal was gelopen. Okay. Dus voor jou was die stap naar Velo niet de moeilijkste? Nou ja, ik kon ook andere kanten op. Er waren genoeg mooie clubs waar je ook gewoon een leuk zakcentje zeg maar, kon verdienen waar ik heen kon. Maar ik had Albert een tijd geleden had ik hem een keertje via WhatsApp gesproken. Ik zat toen een keertje niet bij de wedstrijdselectie. En toen zat ik op de tribune bij Fortuna. En toen had ik hem teruggestuurd. Ooit betaal ik je terug met een kampioenschap. En toen ging Haaglandia failliet en ik was aan het werk. Ik zeg tegen die collega van mij, ik zeg let op, ik leg mijn telefoon hier neer. Ik zeg, waarschijnlijk gaat die zo af. Toen krijg ik gelijk een appie van Albert met een afbeelding. Dus toen stuurde ik was nog niet vergeten, een mooie Brogum, weet je wel. Dus ja, ik ging eraan. Maar het is gewoon een goede stap geweest. Ik wilde gewoon rust en stabiliteit en vandaar gewoon die keuze voor velen. Geweldig, goed. Voilà. Ik heb het al gezegd, je hebt ze allemaal zien zitten, keurig netjes in een wit tenue. Het team, de zaterdag afdeling van TAC 90. Dit keer ons team van de week. Afgelopen week zijn we langs gegaan daar aan de Hoemer Vissersstraat en hebben wat beelden geschoten op het moment dat ze aan het trainen waren. En daar gaan we nu even naar kijken. Een training bij de zaterdagafdeling van TAC 90. Trainer Wim Bachman verzorgt de ballen. En de techniek is er nog steeds. Instructie van de trainer. En de assistent zet er vast de pilonnen uit en verzorgt de warming-up. Natuurlijk ook het rekken en strekken hoort erbij. En dan tijd voor het positiespel. Kort wat beelden van de training van TAC 90. Ik ga even praten met een paar spelers. Sherwin, om met jou te beginnen. Seizoen, ja, is een wedstrijdje of wat onderweg. Hoe kijk je tegen de resultaten aan tot nu toe? Het was in het begin. Het was in het begin was het nog even zoeken. Het is een
een gloednieuw elftal. Van hier en daar zijn spelers komen. Goede lichting uit de jeugd van TAC. En ik denk dat ook voor de trainer was het hier en daar nog zoeken wie op de beste positie kon spelen. En ik denk dat in het begin is het even zoeken geweest. Maar ik denk dat we nu ons draai wel een beetje hebben gevonden. Afgelopen 4 wedstrijden, ik denk 3 wedstrijden gewonnen, 1 gelijk gespeeld. Als ik het zo uit mijn hoofd mag zeggen. Dus ja, we proberen gewoon. Ik denk dat we toch proberen een periode binnen te halen. Was je er vorig jaar ook bij? Nee, vorig jaar was ik er niet bij. Je was niet bij? Nee. Hoe is het voetbal in die vierde klas? Valt het mee of tegen? Nou, ik heb eerder gespeeld, ook bij TAC, 3 seizoenen geleden. En toen was het niveau echt heel anders. Het was veel lager, vond ik, dan nu. Er zijn een paar goede clubs tussen. En ja, we moeten nog een paar tegenkomen, dus we kunnen ons borst nat maken. Ja, nou goed, dan gaan we dat eventjes kijken. Ga ik naar Rick. Het vooraan. Rick is de aanvoerder. Klopt. Is het een beetje in bedwang te houden, dat spul? Hallo. Ja? Laat maar. Ja. Is het een beetje in bedwang te houden, dat spul? Ja, ja. Geen moeite mee als aanvoerder? Nee. Oké. Okay. Niveau van de scheidsrechters tot nu toe in dit seizoen? Want, kijk uit, er zit er eentje voor je. Dus, Ik moet eerlijk zeggen... Ik vind het wel meevallen. Ik heb eerder in de vierde klasse gespeeld en in het verleden vond ik het veel minder. Dit seizoen vind ik het eigenlijk wel meevallen. Ik vind dat scheidsrechters vaak de juiste beslissingen nemen. Natuurlijk kan een scheids niet altijd alles zien. Moet je ook een beetje begrip voor tonen. Maar ik vind het tot nu wel meevallen eigenlijk. Hoe lang speel je al bij TAC? Ik speel nu al bijna 9 jaar bij TAC. Dus wat dat betreft heb jij ook nog die oude accommodatie meegemaakt. Ja, wel een vooruitgang, hè? Klopt. Volledig mooie nieuwe accommodatie nu. Een heel groot verschil met de oude accommodatie. En het ziet er heel mooi uit, ja. Ja. Hoe is de sfeer in de ploeg? De sfeer is goed. Zoals de andere ploeggenoot net heeft gezegd. Veel jonge spelers. Aanvullend met een aantal ervaren voetballers. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar een goede mix in vinden. En dat begint langzamerhand wel te komen. Ik vind wel dat we wedstrijd per wedstrijd moeten bekijken. Ik wil nog niet een uitspraak doen voor wat we gaan spelen. Ik denk dat je eerst moet goed kijken hoe je de winterstop doorkomt. En dat je vanuit daar weer verder kan bouwen. Maar het is een jonge ploeg. Er zit veel potentie in, veel rek in. En we gaan zien wat voor seizoen het wordt. Goed, ik ga er even naar je buurman daarachter, Virin. Hey Tom. Hij wordt hier nou ook trainer, wat denk jij? Ja, wat is zo babbel goed bij. Veer, ik wil jou eens vragen. Die trainer die jullie hebben, die baggerman, is die streng of niet? Nou, niet zozeer streng. Hij is gewoon duidelijk. Heeft iemand wat te klagen, heeft iemand wat te zeggen. Zijn deur staat altijd open. Ik daarentegen, moet ik eerlijk in zijn, had ook zo mijn dingetjes. Hij heeft me erbij geroepen. Joh, mijn deur staat altijd open, heb je wat? Kom naar me toe, ik ben er duidelijk in. Ik heb dingen met hem afgesproken. Je krijgt het van hem te horen, hij draait er niet omheen. Ja, en dat vind ik dat prettig. Ik denk met zo'n jonge ploeg dat ze daarin ook kunnen zeggen van dat hij daar duidelijk in is. Het is belangrijk dat als je met zo'n ploeg in een flow zit, dat je een trainer hebt die duidelijk aangeeft wat hij wil. En daar vind ik... onze trainer Baggerman gewoon duidelijk in. Dus daar kan ik niet omheen draaien. Nee, dan staat TAC 90 ook heel erg bekend om de goede keuken. Dat is zeker waar. Van een broodje gezond naar een broodje kipcurry met peper, dat kan je daar wel vinden. Dus dat zit zeker wel goed. En ik zie ook wel mensen die ik nooit zie die daar even een broodje komen eten. Dus dat zit zeker wel goed, ja. Nou, geweldig leuk. Jongens, heel veel succes voor de rest van het seizoen. Ga door op de weg waar jullie nu bezig zijn. En Wim, die keuken is uitstekend daar, hè? Keuken is buitengewoon. Ja, kijk, dan, nou ja, goed, ik wou met de seks zitten dicht ter de tafel. Misschien kun je niet zien, maar weet dat? Nee, ze staan bekend om de broodjes hete kip. En je moet natuurlijk overal moet je leren. En ik kwam voor het eerst dat ik een broodje kip. En toen zei iemand tegen mij, joh, moet je... En een bakje met gele saus. Ik denk, nou, dat is Piccalilli. Dus ik denk, ik gooi dat erop. Maar weet ik 25 liter water opgedronken heb daarna. En het was werkelijk ongelooflijk. En dan gaan ze lachen natuurlijk, de boys. Dat vinden ze prachtig natuurlijk. Dat heb je daar nooit meer genomen, hè? Ik heb nooit een Piccalilli genomen. Gewoon een broodje kaas met een schijfje met een tomaatje erop en klaar. Ja. Over eten gesproken, Simon. Jouw vader was visser. Ja. Maar jij houdt helemaal niet van vis. Nou, tegenwoordig wel. Oh. Maar vroeger niet. Nee, mijn vader nam hele emmers vis mee. Maar ik hoefde het niet.
Nee. Mijn vader zei altijd, als ik groenteboer was geweest, dan had je geen groente gegeten. Dus ja, ik zeg het, ik eet nu wel vis, maar mijn vader is al lang overleden, dus je kan het niet meer meemaken. Ja, ik heb van jou ooit een keer een anekdote gelezen van een wedstrijd die jij floot bij Hekelingen. En dat was lang geleden alweer, dan had je iets met een grensrechter bij Hekelingen. Die man stond met constant te vlaggen en dan had jij zoiets van, ja, ik heb helemaal geen zin in die discussies. Ja, toen bleek na afloop dat die man alleen maar wilde aangeven dat hij zo'n last had van die trainer van die tegenpartij. Ja, ik kan me niet meer zo goed herinneren, maar ik heb heel vaak last van mensen die achter me staan. Ook mensen met honden en dergelijke. En dan zeg ik van, joh, bind je die hond vast of zal ik jou vastbinden? En dan gaan ze meestal rustiger. En, ja, het is een constant spelletje wat je moet spelen met die mensen. Dat, dat mis ik trouwens wel in het voetbal vandaag. Dat een scheidsrechter natuurlijk ook tegen een lolletje kan. Of probeert iets misschien verbal. Ja, ik heb bijvoorbeeld Peter Pothof. Die ik vloot DVV Delft. En de tegenstander, de trainer kwam elke keer uit de goud vandaan. En die stuurde ik terug. En op een gegeven moment zeg ik, meneer, u blijft nou daar uit het hokje zitten. Netjes voor je neergezet daar. En dan blijft u gewoon lekker zitten. En op een gegeven moment komt Peter Pothof er ook uit. Maar Peter Pothof, zijn buurman, dat is een oud buurman van mij. Dus, en die had tegen mij gezegd van, joh, je moet Peter Pothof fluiten. Hij zegt, doe hem de groeten van me. Dus ik loop naar die dugout toe. En die trainer dacht van, ik ga hem aanspreken. Je moet de groeten hebben van Kees Pronk. En toen liep ik weer weg. Dus iedereen zei van, wat is er aan de hand? En zei hij, sorry. En het was klaar. Ja. Maar dan los je de situatie wel op met een geintje. Ja. Was bij, kan niet altijd hoor. Nee, je moet het aanvoelen, hè. Ik was bij Volgensport bezig kijken. Volgensport Nooddorp, dat was 3 weken geleden alweer. Uh-huh. En het idee heb ik ook dat jonge scheidsrechters zich wat meer willen bewijzen. Hè? Dus uh-huh. Wat meer bewijzen. Het was volgens mij in de 85e minuut. De wedstrijd was eigenlijk gespeeld. Nou, Bas Steffens die riep wat. Nou, die scheidsrechter, joh, het leek wel echt. Ik mag het niet zeggen alsof hij doping had gebruikt. Uh-huh. Die komt naar hem toe lopen, echt op 1 meter. En die stond te schreeuwen tegen Bas. Ik denk, wat is er met hem nou weer aan de hand? Ja. Nou ja, Bas die gaat weer rustig zitten en die jongen die fluit weer door. En denk van, het is nergens voor nodig. Op dat moment kan het juist escaleren. Ja, maar ik zeg wel, die scheidsrechters zijn allemaal volgegooid met instructies. Ja. Want ik merk het elke week weer. Ik zie hele goede, maar die vallen weg. Doordat ze volgepropt worden met allerlei dingen die ze moeten onthouden. Ja. Dus dat bij Velo, scheidsrechters? Ja, ik moet zeggen, ik kom natuurlijk dan uit betaalde voetbal. En het niveau qua betaald voetbal en scheidsrechters eerste klas zondag is een wereld van verschil. Ja. Je kan niet echt met sommige scheidsrechters een normaal gesprek voeren. Of zonder dat ze gelijk ingrijpen met een kaart. Of ik had toevallig, dat was het 2 weken geleden, speelde tegen Nieuwekerk. En ik maakte de eerste overtreding en die scheids komt naar me toe. Hij zei, gelijk de laatste keer geweest, hè? Je pakt gelijk een kaart. Ja, wat moet je dan doen? Ja. Je kan niet meer normaal een duel ingaan. Als je kijkt het seizoen tot nu toe, een moeizame start geloof ik. We zijn niet heel best begonnen inderdaad. Dat heb iedereen wel gezien denk ik. Maar de afgelopen weken pakken we punten. En je ziet ook dat het elftal steeds beter gaat draaien. Er komt wat meer voetbal in. Er komen ook wat spelers terug van blessures. Jongens die normaal gewoon in de basiself ook staan. Oh. En het wordt wel steeds meer een eenheid denk ik. Ja, de trainer zei bij het begin van het seizoen, we moeten mee gaan doen van bovenin. Ja, dat moet ook nog steeds. Hebben jullie ook de ploeg voor, daar ben je ook van overtuigd? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we hebben nu een aantal teams hebben we dan nog niet gehad. Maar dat zijn wel elftallen die we op papier sowieso moeten kunnen pakken. Kijk, de werkelijkheid zal het moeten uitwijzen natuurlijk op zondagmiddag. Maar we hebben genoeg kwaliteit om mee te doen in de top 4. Dus het moet ook gewoon gaan gebeuren. Hoe is die als trainer? Ja, je hebt al gezegd, Albert van Dussen, ja, dat geen fout woord natuurlijk. Nee, ja, kijk, Albert en ik hebben gewoon een hele speciale band en dat steken we ook niet onder stoelen of banken. Dat weet heel voetbal Den Haag, denk ik wel. Hij was ook heel blij met je komst hoor, dat liet hij me wel weten. Ja, nee, dat is ook super gaaf. En, weet je, ik vind Albert gewoon echt een waanzinnig goede trainer. Dat is gewoon, denk ik, de beste die er rondloopt. Gaan we eens kijken bij TAC 90. Die gaan komend weekend op bezoek bij Duno. Ja, Duno. Staat tweede achter Duindorp SV. Ja. Ja, als jullie mee willen, moet je winnen, hè? Mag je niet verliezen. Nee, je moet aanhaken. Ja. Maar goed, wat Rick net al heel goed zegt. Ja. We kijken het gewoon van week tot week. We kijken niet zozeer naar de tegenstander. We hebben genoeg aan onszelf om het elke week proberen jezelf te verbeteren. 2 keer in de week gewoon lekker hard trainen. En proberen dus van de groep waar best wel veel potentie in zit, om dat uiteindelijk naar een bepaald doel toe te werken. En dat. Ja, dan ga je toch heel stiekem proberen
Ja, een heel nieuw elftal, hè? Ik bedoel, heel nieuw, ja, alles degradatie, dan ja. Gaan niet gelijk de lat hoog leggen. We moeten zo nee, maar luister, terug. Je moet natuurlijk heel reëel zijn. Het is voor heel weinig ploegen weggelegd om meteen na een degradatie te zeggen, joh, we gaan weer terug en dat is bijna onmogelijk. Ja, natuurlijk, als er een dan komt en zegt, joh, luister, neem je zak, ga maar, ja. Maar we hebben afgesproken met elkaar van, joh, luister, één of twee jongens zijn er overgebleven van verleden jaar. Een stuk of vier, vijf jongens uit de jeugd en de rest eigenlijk een beetje aan, twee, drie jongens van buitenaf. En dan jongens uit tweede, derde van de zondag, tweede, derde zaterdag. Ja, ga er dan maar een team van maken. En dat doen we eigenlijk, ja, doen we eigenlijk vrij behoorlijk. En, ja. En er zitten, ja, zeg maar, ja, kinderziekten. Ja, ik mag het zo niet zeggen, maar kinderziekten zitten erin natuurlijk. Maken fouten, maar wat wil je? Ja, natuurlijk. Als er maar van geleerd wordt. Ja. Ja, en een stuk plezier is terug. En dat is, ik denk dat het grootste pluspunt is bij TAC 9. Dan is een stukje plezier terug. En er is een doel, is dat. Ja. Het doel doen we met z'n allen. We zijn met 20 man bezig om dat doel te bereiken. Dat is hartstikke leuk om mee te werken. Er werd net gezegd van ja, we gaan dus kijken straks naar de winterstop hoe we dan voor staan. Nee. Ik heb me vaak wel eens laten vertellen dat als de bladeren gaan vallen, dan heeft TAC vaak wel eens wat problemen sportief. Ja, hoe is dat allemaal van vroeger? Nee, als het gaat op, wat is het, 12, 13, dan hebben de boys het koud. Ja toch, jongens, of niet? Ja. Dan, nee, maar ik bedoel, nee, je moet ook daarin is dat een verhaaltje natuurlijk, dat is helemaal niks. Ja. We pakken het dadelijk gewoon lekker op en wat ik net zeg, we bekijken het van week tot week. We kijken dadelijk waar we met de kerst staan. En dan gaan we gewoon na de winterstop gaan we vol beginnen, maar het duurt nog zo lang. Dus ja. Van wedstrijd tot wedstrijd. Ik luister wel goed naar je zegt, het plezier is weer terug. Ja. Kijk, TAC 90 is toch een hele ambitieuze club. Op een gegeven moment een stijgende lijn. Ja. Zondag, zaterdag. Ja. En toch is het een klap ingekomen. Ja. Waar ligt dat aan? Op een gegeven moment kan je ambitie wel eens te ver reiken natuurlijk. Je moet ook rekening houden met hoe zit de club in elkaar. Hè? Wat zijn de afspraken? Wie doet wat? En op een gegeven moment dan merk je gewoon dit zat eraan te komen. Wat verleden jaar gebeurd is. Ja, de zondag dat stond, dat was allemaal goede afspraken gemaakt, geen probleem. En op de zaterdag was het allemaal net even wat minder, maar wel met behoorlijke voetballers. Maar goed, als dat op een gegeven moment niet loopt. En dat er onderling niet gaat en afspraken die nagekomen worden en alles erop en dan wordt het een heel kabij worden. Ja. En als dan op een gegeven moment het groepje 9 man wordt, het wordt 8 man, dan wordt het ongelooflijk moeilijk. Ze zeggen wel eens over een trainer van ja, het is moeilijk hè, als je 18 man hebt en je kan hem maar 11 opstellen. Nee, tuurlijk niet. Dat is fantastisch, man, als je keuzes kan maken, dan ben je trainer voor om keuzes te maken. Ja. En als je keuzes kan maken, ga ik succes krijgen. Ik krijg geen succes als je met 6 man traint. En je moet er dus elke week 5 of 6 bij halen. Je moet er altijd inzetten. Ja, maar goed, ja. En je moet, voor de rest moet je smeken om te willen voetballen. En zo was het op een gegeven moment verleden jaar. En toen hebben we gezegd van luister, we gaan helemaal opnieuw beginnen. En we gaan zorgen dat er een heel stuk plezier terugkomt. Ah, dat is dat. Dan hebben we naar Simon. Jij zei ooit een keer van, ik ben als scheidsrechter een beetje te vriendelijk. Ik ben niet streng genoeg. Ja, dat is dat zo. Veranderd in de loop der jaren? Nee, niet veranderd. Nee, maar ik hou ook van scheidsrechters die wat communicatief vaardig zijn. Ik bedoel, Henk Holtkamp had je vroeger, dat was een wereldman. Die kon lezen en schrijven met de spelers. En iedereen was gek op hem, alleen de KNVB niet volgens mij. Want die vonden hem niet zo. Ze wilden. Dat hoor je wel vaker van scheidsrechters, die verbal sterk zijn en op die manier ook met spelers proberen, ook af en toe met een lach. Ja, ik zeg niet dat het altijd goed is hoor, want ik denk ook dat sommige spelers het nodig hebben om toch vrij streng toegesproken te worden. Maar wat ik net aangaf over Duindorp, dat wil ik even nuanceren, want ik heb ze de laatste keer vriendschappelijk gefloten. En dan ben ik ook ben ik eigenlijk aan de andere kant weer positief verrast dat ze zo'n ommekeer hebben gemaakt. Want ik heb ze niet meer gezien hoor daarna, maar ik heb ze wel zelf gefloten. Nou, vorig perfect. Jaar hebben ze het net niet gered en dit jaar doen ze weer mee bovenin. Maar perfect dus, gewoon en ook, bedoel, ook qua discipline. Ja, zeker. Ja. Ambitieus nog steeds voor het betaalde voetbal, ondanks het feit dat je nu bij Velo zit. Ja, weet je, dat blijft altijd wel kriebelen natuurlijk. Ja. Dat is iets wat je nooit los kan laten. Eigenlijk had ik nu in Duitsland horen te zitten. Ik was daar bij een club geweest, die waren net gedegradeerd uit de regionale liga. En die wilden binnen 1 jaar weer terug. Ik had daar een mondelinge overeenkomst en ik zou op vrijdag ging ik naar huis voor het weekend. Spullen halen, maandag terug om dan te tekenen. En toen kreeg ik zondagavond in één keer bericht dat ze me niet konden betalen. Ja, en dan denk je bij jezelf van ja, wat is dit? Ik heb echt wel in een dal gezeten. Toen kom je bij Haaglandia, super erg naar mijn zin, wereldteam. Ik denk ook echt als Haaglandia was blijven bestaan, dan hadden we echt meegedaan om het kampioenschap. Dan wordt Haaglandia ook nog eens failliet verklaard. Ja, dan denk je helemaal bij jezelf van
Nou ja, nog niet verdiend, maar goed, ze verdwenen van tevoren. Ze verdwenen inderdaad, ja. En dan ben je even zoekend inderdaad. Ik ben nog bij RKC Waalwijk geweest en bij PEC Zwolle. Ja, ook gewoon pech gehad. Ja, want je moet wel geluk hebben natuurlijk. Geluk is de grootste. Talent heb je nodig. Ja, je hebt iemand nodig die het podium biedt. Uiteindelijk is geluk gewoon de grootste factor. Ja. Want wie is nu je belangenbehartiger? Wie doet dat voor je? Ik zit nu nog bij Peter R. de Vries, bij de misdaadverslaggever. Dus je hebt altijd een alibi? Ik heb altijd een alibi, dus dat is altijd handig. Nou, dat is wel belangrijk, denk ik. Nee, daar zit ik nu nog. We hadden toen een contract getekend voor 2 jaar en dat loopt over een aantal maanden loopt dat nog. Ja. Goed, ja, alle mensen hier aan tafel hebben wel een alibi, want we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal aan tafel. Dag Neder, ik heb het al gezegd. Succes de rest van de competitie. Simon, jij uiteraard met het fluiten. Want je hebt ooit eens een keer gezegd, dat was al jaren geleden, van ik doe het zolang ik het leuk vind. Nou, ja, je vindt het blijkbaar nog steeds leuk, dus je gaat nog... Fluit tegenwoordig de jeugd en ik vind het fantastisch. Helemaal goed. Nou Wim, jij ook, ik heb het al gezegd, succes met de ploeg. Je hebt er ook nog steeds volle plezier in. Ja, wat dacht jij nog? Goed, hou we zo. En Ted, heel erg veel succes met de velo in ieder geval eerst dit seizoen. Dankjewel. En wie weet wat er nog in het vat zit, hè? Zeg nooit nooit. Zo is dat. Mo, jij ook weer bedankt. Zo is dat. Graag tot de volgende keer. Ja. En dat geldt uiteraard dank voor de mensen hier aanwezig in de studio. En ook voor de mensen thuis. Dit was Haaglanden Voetbal aan tafel. Wij zijn er weer volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management.